Dit is de oude veiling van Maasland. Ze zijn nu bezig met de sloop, maar er gaat iets bewaard worden. Een herinnering aan sla, tomaten en oude schuiten. Vroeger was dit de cirkel waar het allemaal om draaide. Hij is waarschijnlijk uit 1932. Hans van Buren is van de historische vereniging Maasland en hij gaat iets redden. Veel mensen kennen het als een soort disco-meubel dat licht gaf. Maar het was de oude veilingklok. In 1916 is dus eigenlijk dit gebouwtje neergezet. Met een doorvaart. Toen kwamen die tuinders met de veilingschuit, voeren er doorheen. En in het midden, daar hing dan de klok. En aan de andere kant stonden stoeltjes, een soort tribune, met de kooplieden. Het is vanaf begin 1900, al bijna 100 jaar, hier het economische hart geweest van tuinbouw Maasland en omstreken. En dan, dit is eigenlijk het symbool. In 1967 ging de veiling dicht en werd de veiling omgebouwd tot discotheek. De uitgaansplek van Middendeel. Quintus Bonnet was hier eind jaren 80 glazenhaler en af en toe DJ. Ik ben denk ik wel een van de laatste geweest als medewerker ooit die hierboven is geweest. Want dit had ik echt niet verwacht dat ik hier ooit nog kwam in de filmzaal, zeg maar. Dat is echt bizar dit. Hier zat je, zeg maar, vroeger natuurlijk de dakbar. En daar zaten de mazdijkers. En zo had eigenlijk elk gedeelte van de tent had je wel een groepje. Daar zaten de mazdijkers. En af en toe kwamen Vlalingers kwamen ook. En ja, allemaal, er zijn groepjes die er waren, maar iedereen kon iedereen. En het was gewoon een supersfeer daar zo, Tiet zegt. Dat is toch leuk? Meet in Holland. Neem we die mee en ik neem er zo eentje mee, kijk. Nou, dit zijn natuurlijk echt, ja, het zegt andere mensen helemaal niks. Maar het is wel leuk om dit als herinnering mee te nemen, een baksteen. Als een soort aandenken van, ja, flietsig, zeg maar. En dat was het dan eigenlijk zo'n beetje, ik denk een paar dagen is het weg. Ja, en dan is de herinnering ook, althans de herinnering blijft, maar het nostalgisch is weg. Ik heb er ook wel een beetje moed op dat we die klok ook alweer voor elkaar krijgen. Die klok restaureren, dat was natuurlijk wel een dingetje. Nou ja, dat gaan we zien. We zien het wel. Ja, toch? Hans hoopt dat de gerestaureerde oude veilingklok straks een plekje krijgt in het nieuwe gebouw wat hier komt.